Ja, ik heb wel een goede week gehad. Enkel de munde had hij van onze eigen verbrand aan het fondu Ik denk te veel olie ingedaan, want je mocht nooit boven dat streepje gaan. Hè. Ah nee, want dan, dan spittert hij, hè? En, seks gehad, Matthias? Twee keer op de woensdag. En die? Andy? Nee, ja. Wel uh, paaseieren geschilderd. Hard gekookt, heel gezellig. Israël en nog een paar andere uh, landen zijn er. Pff, Armenië, waar dat ook niet... Europa is, ik denk zelfs Azerbeidzjan, dat ook niet Europa is, um, die, hebben gewoon, die zijn gewoon aangesloten bij de EBU, de European Broadcast Union, en omdat die daarbij aangesloten zijn, mogen die meedoen. Oké. Okay. Dus, niet uit welke land dat je zei, als je daarbij aanslaat, dan mogen die meedoen aan Eurovision. Ook als ik bepaalde liedjes nu terug hoor, dat ik dan in het begin heb gezegd: van ik vond het niet goed, omdat je, ik moet, het concept is, ik luister het één keer. Ja. Zoals de meeste mensen die Eurovision kijken, die luisteren het dan op die avond de eerste keer. En je maakt natuurlijk je beoordeling op basis van heeft ze goed gezongen of heeft hij goed gezongen. Misschien is het vals, maar misschien is het op de avond zelf niet vals. En in de auto mm -hmm. is het natuurlijk de radio-edit, allemaal ja, perfect ja, ja. gezongen. Ja, ja. Dus nu zijn er wel een paar liedjes zo bijgekomen en ik merk wel van mijn eigen dat er heel veel liedjes zijn die dat zo echt wel een westerse invloed hebben, Poppy's zijn, dat ik dat heel goed vind. Radio muziek. En zo de speciaal niet, maar dan denk ik altijd van... Ah ja, dat, kieke, dat kieken lied van, van een paar jaar geleden. Ik dat eigenlijk vorig jaar, maar het is al lang geleden. Mm -hmm. Dat deed het dan ook heel goed. Dus het hoeft echt niet goed te zijn als lied zelf. Maar ja, jij vond het dan wel goed? Dat ja, jaar. ik vond dat wel goed. Maar wel, omdat maar... dan kieken was dan? Gewoon omdat dat speciaal was, dat was plezant. Dat was vooral heel vrolijk. Dat... Die vrouw was ook echt gewoon dat, dat, een coole vrouw. Was dat. Die is mm -hmm. gewoon: je kunt niet meer plannen in je gat hebben als dat. En dan nog een kiekje nadoen. Um, doen. Ik vond dat supercool. Dat had echt alles. Er zijn niet zo superveel Eurovision-winnaars die dat je daarna nog op je radio hoort. Waarschijnlijk oh, gaat dat kaknoemen van Spanje. Oh. Winnen, hè? Dat gaat ga er nooit niet meer willen worden. Ik heb wel, <coughs> er is wel een soort. <coughs> Allee, ik heb wel meer appreciatie gekregen van het nummer nu dat ik weet hoe je de titel echt correct uitspreekt. Ai, ai, ai. Ja, jij zegt altijd A. jij hebt met een a, maar het is eigenlijk ea ea. Maar <laughs> okay. je moet het niet uitspreken als ea ea, want het is eigenlijk ea. -e Zo is het eigenlijk. Dat heb ik vernomen, hè? Maar dat, dat geeft toch wel een nieuwe dimensie aan het nummer, vind ik. Ja, het moet op de, je moet performen op de avond zelf. En dat brengt ons naadloos bij Nederland. <laughs> Want Nederland heeft nu ondertussen eh, op datum van uh, opnemen, 22 april, um, twee live optredens gedaan. En dat heeft wel wat gebracht. Zijn de... Het, ik begin het nummer van Nederland goed te vinden. Ik vind het ook goed. Maar ze kunnen het niet zingen. Is het dan nog goed? Ze kunnen het niet zingen. Niet live alleszins. Nee, niet live. Zoekt gerust. Ja, ongetwijfeld mensen die dat onze video's volgen op TikTok hebben dat ongetwijfeld al zien passeren. Um, ja, dat is kattevals en dat is nu net een nummer dat het net moet hebben van die lange hoge tonen. En ze kunnen het niet zien. Ook, er zijn zo filmpjes van Duncan Lawrence, die dat dan in de creatie van het nummer ziet, die dat dan zo zegt van, ja, we zijn goed bezig, we zijn er aan het werken. Nog veel werk, Duncan? Damn. Wat kunnen we daar eten, bijvoorbeeld? Hummus. Hummus, ja, hummus. hummus is wel goed, hè? vind ik. De... aan ja, nu ook, hè. Ja, en nu ondertussen, ik ben volledig ge... ge Hummified. Hummified. Het is echt heel goed. Maar dan wel zo, die, heb, die, nu maar, die zo met dat laagste op en zo die twee bolletjes, of drie die bolletjes. Die ah, ja, voilà, dat. Uh, dat vind ik echt heel goed. Amai, ik krijg al goed De gemiddelde Israëli eet ongeveer 10 kilo humus per jaar. Dat is veel. Uh, ja, ik weet niet of dat zo potten is dat ik eet, maar ik kan er twee, drie dagen van eten. Ja. En dat is misschien dat is 60 200... gram of zo. Nee, ja, dat is 200, nee, 200, gram? 200 gram of zo. Ah ja, oké. Okay. 10 kilo. Dus dat is 50 vijf... potjes. Ja, uh, ja, zoiets. Ja, zoiets. Klopt. 50 potten. Dat is elke week zo'n pot. Ja. Dat is wat wij preparé met. Dat gaat bij ons ook wel lang. Preparé? Bij ons niet. hè? Nee. kinderen Bij ons paté, jongen. Mijn kinderen die willen elke dag paté eten. En dan... Ik denk dat dat niet goed is voor de, darmkes, op de Wild Wildpaté of blokpaté? Ja, crème paté. Dus kruimpaté. geen ja, stukjes gezien. Ja, ja. Echt wel ja. zachte, maar die zijn daar echt een zot van. Ik denk dat je met moet meebrengen, ik heb je nog niet geprobeerd. Dat is... Heb je nog en nooit kinderen? heb je als kinderen nog niet geprobeerd. Jij nee. wel? Ja vroeger, maar ik eet wel graag en je wilt, misschien zo. Of ja. kunnen ook. Is... Oké, okay, humus, we zijn weer aan het Ja, vlak. Wat hebben we daar? RumiCube uitgevonden. Ja. Met ik heb is nog nooit eenkertjes. De oh, nee. Dat is als met de kaarten spelen, ook niet de pappen. Ja, ja, dat spel dat... ook niet veel. Papa is de, 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 de liers of Antwerpse term. Ik weet niet waar dat in de rest van Vlaanderen of Nederland is. Maar dat zou, ja, RumiCup, kaarten afleggen en, in, in blokjes en zo verschuiven en zo. Nog dat heb nooit niet gespeeld. Nee. We nemen het mee als we naar Sinterberg gaan. Dat is goed. Voilà. En uh, als ook de Epi Lady. Oh man, heb je dat eens gedaan? Nee. <coughs> Ik heb dat wel eens op mijn knie gezet. <laughs> maar dat trekt uw haartjes uit. Dat is dus een rolletje en dat. No. Als dat rolt, dan gaan, komen die mesjes of die grijpertjes dichterbijeen en dan gaan die terug open. Als dat die dan dichterbijeen zijn dan, en dat rolt weg, dan trekt dat je haar uit. Zo, zo is dat, uh, dacht ik dat no. dat was. Oké. Okay. Dat is verschrikkelijk. Dat denk ik ook. Is dat nog van deze tijd? Ja, dat weet ik niet. Ik had toen een vriendin en die had dat. En ik zeg: Je cool moet me... een kistje gedaan hebben. Cool, cool dat is. En dat is zeer. Ik dacht: hoe zeer kan dat doen? Ik heb wel op mijn knie gezet, dat hij heel veel fucking zeer. Ook een knie is een rare plaats. Ja, ja maar ja, waar anders je... moet ik het doen? <laughs> ja. Like a unicorn. Ja, ik zit er al mee in mijn kopse. Ja, echt hè? Het is goed. Ja, cool. Het is goed gezongen. mooi tempo-wisselingen. Verschillende liedjes in één liedje. Vind ik tof. Vind ik tof aan Finland. Vind ik tof hier. Ik kon direct al het uh, refrein meezingen hier. Alleen toch één zinnetje ervan. Uh, ja, act. Als ze gaat dansen zoals in de videoclip, zal dat wel oké okay zijn. denk ik. Denk ik ook wel. Ja, het heeft wel potentieel. Ik zou zeggen: lead een 8. Kledij een 7. Act een 8. ook. 23. Dat is goed, maar heel goed. Ja, dat is, ja, is redelijk ja. ja, Dat zijn de, van de hogere punten. Maar ja, alles kwam wel goed samen. Maar ja, dat dan moet goed. ze wel, natuurlijk. Het is een videoclip, dus ik moet een echt be beoordelen op wat ze daar doet. En hopelijk dat ze dat dan ook een beetje uh, nadoet op het podium. Ik kijk er wel naar uit, maar de nacht, <laughs> niet. Moet ik wel Noah Kirel. Noah Kirel. Uh, met het nummer Unicorn. En uh, ja, dat triggerde mij wel een klein beetje. Want ja, ik heb twee dochters. Dus mijn kinderen en unicorns. Dat is gewoon. Die lopen er de hele nacht mee rond. Dus ja, kijk. Ik dacht dat gaat een uh, goed kindernummer zou zijn. Maar nee. <laughs> nee. Het is geen kindernummer. Nee. Het uh, doet een klein beetje denken aan. Uh, je hebt het nog niet gezien. Ik heb, ook... ik heb het nog niet gezien? Nee, nee, nee. oké, okay, maar dan ga ik een klein beetje context geven. Um, het, het, uh, vorig jaar was er Spanje, dat derdes werd, mm -hmm. um, na Oekraïne en Sam Ryder, en, en dat was met een heel uitdagend tandje. Die had ook heel weinig kleren aan. Ik kan nog niks zeggen over hoeveel kleren dat ze gedaan hebben, of welke dansjes dat ze gaan doen, maar er is een videoclip, en ja, dat is dus gewoon hetzelfde als dat. Uh, het is ook gewoon, het is een hele mooie vrouw. Um, maar ja, ze weet het en, en ze doet wel de dansjes die daar misschien niet zo unicornkindvriendelijk zijn.